7 wedstrijden op rij is NEC ongeslagen. Maar afgelopen maandag tegen jonge FC Utrecht werd er eigenlijk toch op meer gehoopt. Tegen de Domstedelingen kwam NEC niet verder dan 0-0. Ook trainer François Gesthuizen kijkt met gemengde gevoelens terug op de wedstrijd van afgelopen maandag. Ja, wel gemengde gevoelens. Kijk, Helmondsport. Vond ik verdiend gewonnen. Al was het op het einde nog even penibel doordat zij een geweldig goal maken. Ja, dan wil je Utrecht thuis wil je ook winnen. Waarin we de eerste helft niet zo goed gespeeld hebben. De tweede helft iets beter. Maar wel veel meer kansen hebben gehad. Hadden we eigenlijk 1 keer voor moeten scoren. Je zat er in het begin van het seizoen een klein tijdje uit. Uit de basis. Inmiddels sta je weer een aantal weken lang in de basis. Hoe kijk je terug op de laatste weken? Ja, ik ben wel tevreden. Het was inderdaad in het begin als ik goed begon aan het seizoen. Ik denk als team ook. De resultaten waren iets minder. Maar toen was ik er even een tijdje uit. En dan is het moeilijk om te accepteren. Maar ben ik blijven verder werken en blijven doorgaan. En ervoor zorgen dat ik terug in sta. En nu loopt het goed, vooral met het team. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. Wat mij bij jou opvalt is dat je een enorm loopvermogen hebt. Dat jij overal op het veld te vinden bent. Maar dat af en toe jouw benen iets te hard gaan voor jouw brein om dat te processen. Snap je wat ik bedoel daarmee? Ja, dat klopt ook. Dat is een kwaliteit van mij, loopvermogen druk zetten achterin. Maar nu moet ik nog meer de momenten kiezen van wanneer moet ik het doen en wanneer blijf ik zitten. En daar ben ik mee bezig. Dus dat zijn nog werkpunten die ik moet verbeteren. Je hebt afgelopen weken eigenlijk amper reden gehad om je basis zelf aan te passen. Heb je ook niet gedaan. Heb je naar Utrecht wel gedacht, misschien moeten we iets gaan veranderen? Ja, nou zo kijk je altijd wel een beetje. Hè. Vanuit onszelf, maar ook je kijkt naar een tegenstander. Hè. Waar liggen de kwaliteiten van een tegenstander? Waar liggen de kwetsbaarheden van een tegenstander? Ja, en op het moment dat je dan wedstrijden wint, doe je dat wat minder vaak. Hè, omdat je weer een team hebt staan. Maar je neemt het wel altijd mee. Dus ook nu weer kijken we ook naar Volendam. Hè. Volendam is voetballend een goede ploeg. Maar hebben ook wel wat kwetsbaarheden in de omschakeling naar verdedigen. Dus daar gaan we kijken of we dat met dezelfde jongens moeten doen of misschien een andere keuze moeten maken. Ja, want je bracht tegen Utrecht na een klein uur al Moussaba voor Van der Looy. Van je afvallende wissel. Wat is de reden geweest dat je nog niet hebt gekozen om met die basis te beginnen? Met Moussaba in een wat aanvallende rol of een Fleming in het midden? Ja, dat zijn wel elke keer keuzes die we overwegen. Hè, natuurlijk. Want als je kijkt naar deze keuze die jij nu hebt benoemd. Anthony is natuurlijk een aantal keren heel goed ingevallen. En komt heel veel dreiging vandaan. Dus uiteindelijk dient zo'n jongen zich ook aan. Dan moet je daar gewoon ook serieus over nadenken. Ondanks dat je als team ook gewoon daarvoor wedstrijden wint. Maar je wint de wedstrijden misschien ook omdat hij gevaarlijk is geweest. En een goede invalbeurt heeft. Dus die afweging maak je wel steeds. En dat doen we nu ook weer. Ik denk dat het ook op het middenveld nog eventjes belangrijk is om af te spreken wie de meest creatieve man moet worden. Want ik merk het af en toe met jou en Mart en Tom. Dat iets te weinig gebeurt, snap je wat ik vind het ook? Ja, we proberen op zich wel. Ik denk dat op zich dat we niet moeten panikeren. Ik denk dat we echt wel op zich wel een aantal goede aanvallen creëren. Soms zijn we nog iets te slordig aan de bal. Dit moeten we proberen te vermijden om nog meer kansen te creëren. Maar ik denk dat we de laatste weken toch wel een aantal kansen hebben gecreëerd met ons middenveld. Dan naar Volendam, een team in vorm. Eén plek onder jullie op de tweede periode. Jullie waren ook in vorm. Wat minder uit tegen Utrecht. En nog steeds wel vertrouwen erin, denk ik. Ja, absoluut. Ik denk dat we echt niet moeten panikeren. We hebben de laatste week echt getoond van kijk, dat we er klaar voor zijn. We staan niet voor niets bovenaan in de periode. Oké, nu thuis tegen Utrecht was zeker niet top. Dat weten wij ook. Maar goed, wij moesten gewoon winnen. We hebben een punt. We hebben nog altijd alles in eigen hand. Dus moeten we met vol vertrouwen richting Volendam gaan. En ik ben er zeker van dat het goed komt dan. Ja, is een goede ploeg. Ja, goed voetballende ploeg. Vaardig, willen van achteruit opbouwen, nemen daarin ook veel risico. Nou, ik vind ook dat ze wel wat kwetsbaarheden hebben in het omschakelen. Op het moment dat ze bal verliezen, dat ze best wel openstaan. Dus ook daar een wedstrijd waar weer kansen liggen. Maar wel gewoon een goede tegenstander die natuurlijk nu die zijn bloed ruiken. Hè, door ons gelijke spelletje dat ze op 1 punt komen. Maar goed, wij gaan daar wel voor de winst. Maar dat is een moeilijke wedstrijd. Hoe is het met de fitheid van de spelers? Van Heijden die leek onzeker voor Utrecht, maar die is er wel gewoon bij. Is verder nog iemand die onzeker is? Ja, Rens had een dag voor Utrecht niet getraind. Kon hij echt amper lopen. Is de hele dag behandeld daarvoor en kon die wedstrijd uiteindelijk een dag later. Was een stuk beter, kon hij gewoon spelen. Heeft daar ook geen reactie van gehad. Jozef is uitgevallen voor in de wedstrijd tegen Utrecht. Maar dat valt ook mee, heeft ook weer getraind. Dus iedereen is fit, behalve Norbert. Ik denk dat de druk er wel iets meer op staat. Althans voor jullie om te presteren, het zal wel hoger zijn om te denken van ja, deze willen we echt winnen.
Ja, absoluut. Maar ik denk dat we echt niet moeten uitgaan van Volendam. Oké, we weten dat het een aardige ploeg is, maar wij zijn ook aardig. We hebben ook heel veel kwaliteit. Dus ik denk dat we gewoon van onze eigen sterktes moeten uitgaan. En dan zien we wel. Niet te veel naar Volendam kijken. Gewoon op onze eigen kwaliteiten vertrouwen. Sinds 2009 won NEC alle gespeelde wedstrijden tegen de Palingboeren. Vrijdagavond om 8 uur trapt NEC af in het Krasstadion in Volendam.